Hallo lieve kinderbuiskinderen. Wat? Kinderbuiskinderen. Dat is een heel nieuw soort kinder. Nou, het begon toen ik 13 was. Toen merkte ik al dat ik anders was dan andere meisjes. Oh, daar ben je. Gaat het? Hallo allemaal, welkom vanuit Nice, Frankrijk. Ja, is niet zomaar iets. Nou, die grap was Nice. Dit is serieus echt al de 426ste grap die ik over Nice hoor. En ze doet steeds alsof ze het Nice vindt, maar ze moet wel lachen. Oké, hallo jongens. Dat klonk echt vet alsof we het hadden geïngestudeerd, maar dat is niet zo. Nee. Het was echt zo kut. Weer een nieuwe slechtste brievenrubriek. En vandaag wordt een klein beetje een e-mail editie, want ik heb natuurlijk geen nieuwe post kunnen ophalen van kantoor. Dus mensen met e-mails, jullie hebben geluk. Heb je het warm? Oh, zo warm. Make-up. Ik heb glimhoofd. Zie je dat ik echt 400 pizza's heb gegeten de afgelopen 2 weken? Dat zie je echt wel, ja. Oké, de eerste is natuurlijk de brief van de week. De brief van de week. En dat is nog eentje die ik als laatste op kantoor vond. Een echte! Een echte brief! Papieren brief. Dat is wel weer spannend. Dat is leuk om mensen een ding opsturen. Ja. Kijken wiens leven we nu weer kunnen vergallen. Feestbeestje. Dat gaat vast niet over Max. Hey. Beste Marije en Max, in plaats van een vraag heb ik een leuk raadseltje voor jullie. Dat is niet hoe het werkt. Ho ho. Een vrouw schiet als eerst zijn man, vervolgens dompelt zij hem in het water, daarna hangt ze hem op. Ten slotte gaan ze gezellig samen uit eten. Hoe is dit mogelijk? SM? Wat? Wat even niet. Oh, ik weet het. Schiet eerst zijn man. Dat is dus met een camera. Ah. Vervolgens dompelt zij hem met water, want je moet je beeld ontwikkelen. En daarna hangt ze hem op in een lijstje aan de muur. Tadaa! Ha! Next! Nailed it! Oh wacht, we moeten wel die mevrouw de naam op. Oh ja, Eva was het volgens mij. Wat? Eva, thanks man. Moet Eva zoeken. Ha! Groetjes Eva! Zo Eva, thanks, kom maar op. Eva, we dus hebben je rouw. Hersens gekraakt. Gaan we de e-mails in? E-mails! Oké. Okay. Die moeten we even bespreken. Die moeten even, jongens. Ja, wat denk jij? Is dit beter? Wat moeten we doen hier? Oh, mag ik deze voorlezen? Denk ja. Ik? Is het een... Ja. Wel netjes zitten, Max. Het is voor op tv namelijk. Hallo Marije en Max. Ik ben Anouk. Ik ben sinds een jaar vegetarisch en ga na de zomervakantie naar de brugklas. We hebben toch een dubieus publiek qua age range. Ja. Brugklas, weet je hoe oud ik ben? Ik ben erg onzeker over dat mensen me raar gaan vinden. Ook gaan we binnenkort op kamp, maar ik ben bang dat ik de enige ben die geen vlees eet en dat mensen me raar gaan vinden. Help me. Zo. Help me? Groetjes Anouk. Ik ga teruggraven in de krochten van mijn... herinneringen om überhaupt de brugklas te kunnen onthouden. Ja. Dat was zo rond 1834, geloof ik, dat ik op de brugklas zat. Vegetarisch was toen nog geen woord in de Nederlandse literatuur. Ik snap dit wel. Ja? Weet je, je bent overal onzeker van. Je gaat naar de brugklas, ja, okay. Alles is spannend. Je bent onzeker over je arm. Jij. Met je graag elleboog. Dat is wel niet zo. Nee, maar ik snap alles wat... Je bent over alles altijd onzeker, ja, op de brugklas. Dus alles wat anders is, ik ga hier even uit een Modern Family aflevering die wij onlangs gezien hebben quoten. Oh god. Het is helemaal niet zo erg om anders en raar te zijn. In de brugklas wil iedereen altijd heel erg hetzelfde als iedereen zijn. En voel je je misschien een beetje raar als je anders bent. Maar luister naar mij, Anouk. Als jij 25 bent, dan zijn het degenen die raar zijn die winnen. Absoluut. En vegetarisch eten, you go girl. Echt, ja. Neem het van ons aan. Laat het al je klasgenoten zien. Helemaal goed. Maar over 5 jaar denk ik dat de mensen die niet grotendeels vegetarisch zijn, in de minderheid zijn. Dat denk ik ook. Ja, zelfs absoluut. Ik ben om. En dat wil wat zeggen. Hey. Wat zeggen. En ik ga niet beweren op tv. Op tv hoor mij. Ben ik op tv? Hallo? Is er iemand in het kastje? Ik ga niet beweren hier op deze video dat ik 100% vegetarisch ben. Ben ik niet. Maar ik doe wel heel hard mijn best. Ja, dat is waar. Doet hij heel erg. Dus, Anouk. Het is advies waar je eigenlijk geen flikker aan hebt. Maar ja, je weet wie je geschreven hebt. Maar je moet je er allemaal niet zoveel van aantrekken en lekker je ding doen. En vooral vegetarisch blijven eten. Ja. De volgende brief is van Marie. Dag Marije en Max. Ik heet Marie en ik woon in België. Voorlezen. Het is nog steeds moeilijk, zelfs in Frankrijk. Mensen iets groter fontje gebruiken en simpele woorden.
Ik kijk heel graag jouw video's en wil jou graag een vraag stellen. Ik kom binnen... onbeleefde Belg, ik dacht dat jullie altijd u zeiden. Ja. Of ze past zich gewoon aan Nederlandse... Niet doen, u zeggen. Ik ben streng tegen de mensen. Ik kom binnenkort van 10 tot 12 september naar Amsterdam samen met een vriendin. Ik vroeg me altijd af of je leuke plekjes weet die we zouden kunnen bezoeken. We houden van lekkere cocktails en hippe bars. Hopelijk wil je mijn vraag beantwoorden met wat must-sees in lovely Amsterdam. Alvast bedankt, groetjes van je Belgische fan Marie. Dus als ik het goed heb, tegen de tijd dat deze video live gaat, is het 2 weken geleden dat zij in Amsterdam was. Yes. Dus dat is perfect. Wij gaan jou allemaal dingen vertellen waar je heen had kunnen gaan, maar waarschijnlijk niet geweest bent omdat wij te laat zijn met onze tips. Dit is top. Laten we even uitgaan van jouw publiek. Weet je, iets bezig met fitness, health, lifestyle, dat soort dingen wel. Mm-hmm. Dan is koffie en coconuts is denk ik nummer 1. Ja, hoop dat je daar toe bent geweest. Dus ik doe even een plaatje koffie en coconut. Kokosnut, maar wel kokosnut. Zei ik net de kokos. Ja, dat was een leuke geweest. En daarna en dan... gaan we los. Bubbels. Bubbels? De bubbels aan. Je gaat niet daarna. Het is 4 uur 's middags, dan ga je naar de bubbels. Ja! De enige die dan nog in de bubbels is Lil Kleine van de avond daarvoor. Daarna ga je naar Mr. Porter. Daar hebben ze ook zwembad. Ja, daar hebben ze ook een infinity pool. Dat is kan je nooit heen, want het is toch in Amsterdam klote weer, maar... Dat is aan de Dam. En dan ga je daar tegenover bij de Dutchess eten, want je hebt ook heus wel €250 voor een diner. Prima. En daarna door 74 voor cocktails. Ja, zoiets. Tot een uurtje of twee. En daarna mag je, voor tweeën mag je niet naar de bubbels. Echt niet. Kan niet. Nee. Beter ga je naar Coco's Outback op Rembrandtplein. Dat is naast door 74. Dat is echt top. Dit zijn echt de slechtste tips ooit. Mensen gaan zoveel denken van, komen jullie nog wel eens uit in Amsterdam? Nope. Stay at home dad. To a cat. Stay at home dad without kids. Stay at home cat dad. Next. Laten we eerst beginnen met de... Life hack. Life hack. Dit jurkje is serieus. Ik word helemaal kierenwiet. Life hack. Tie wrappy. Zo hier aan elkaar. Zo. De lifehack van deze week is er eentje die ik volgens mij ooit in de Tina 1998 heb gelezen. Wij zijn nu op vakantie en ik ben uiteraard mijn scheerschuim vergeten. En de lifehack van deze week is dan ook dat je dus ook heel makkelijk kan scheren met bijvoorbeeld conditioner. Want dan worden de haartjes lekker zacht. Smeer je gewoon op je benen en zo en dan worden die haartjes zacht en dan kun je zo... En dat kan dus. En ook met olijfolie. Wij waren in Italië, hebben ze heel veel olijfolie. Is eigenlijk best wel zonde om op je been te smeren. Maar, weet je... Lifehack! De laatste brief. Zouden die mensen het allemaal leuk vinden dat ze nu bij ons in bed zijn? In bed with Max en Mariah. Come sit with me. Dat snapt niemand, maar dit is een Friends referentie. En ook niet een goeie. Nee. De allerlaatste komt van Anoniem. Er zijn ook mensen die zo heten. Waarom praat ik zo alsof ik een tv-show aan het presenteren ben? Tonight with Max en Mariah. Hey Mariah en Max, ik zou graag anoniem willen blijven. Ik kijk altijd naar jullie filmpjes. Ik heb een vraag en een probleem. Oh. Ik heb de laatste tijd vaak, 1 keer in de week of zo, ruzie met mijn moeder. Ze geeft me het gevoel dat het aan mij ligt. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Onze band was nooit echt heel goed. Mijn vader en ik kunnen het wel heel goed met elkaar vinden. Ik hoop dat jullie me tips kunnen geven. Nou, dat is wel een serieuze brief. Ik vind wel dat de mensen het mij moeilijk maken met de naam van de slechtste brievenrubriek hoog houden. Ja. Want ik zou hier natuurlijk eigenlijk heel slechte tips op moeten geven, want dan voel ik me een heel slecht mens. Ja, precies. Ja, dat is wel, the struggle is real. Ja, dit is een probleem. Een serieus probleem, waar ook wel denk ik heel veel andere mensen het last van hebben. Wat zo, joh. Niet nou, met haar moeder dan, maar... Ja, precies. Moeder van haar niet, jongen. Nee, maar en dat ten eerste. Dus het is moeilijk om hier... goed antwoord op te geven, want ik denk dat er in dit soort situaties altijd veel meer aan de hand is dan in zo'n paragraafje staat. Ik weet niet hoe oud je bent, ik weet niet wat de situatie is. Als je 14, 15, 16, 17 bent, denk je dat je alles begrijpt en dat je de hele wereld snapt? Je snapt geen moer. Geloof het van deze oude man. Echt niet. Oh, wat was ik dom dat ik 15 was. Jezus, echt. Echt, je bent zo dom, daar heb je geen idee van. Je denkt dat je al... Zo. Dat is gewoon waar. Weet jij dat niet? Ja, ik was ook heel dom. Dat is iedereen en daarom is het oké. En je ouders doen hun best, daar ga ik van uit. Wat je wel zegt is dat je band met je vader heel erg goed is. Dus wij zouden eigenlijk gewoon voor... Ik laat het even voor mezelf spreken.
Ik zou gewoon voorstellen om in ieder geval met je vader het hier ook over te hebben. Want die weet sowieso meer van de situatie. En als je met hem goed kan praten, dan komen jullie er vast goed uit. Ja, die praten. Is misschien een soort van Zwitserland in het hele geheel. Dus dan... Zwitserland. Je vader zit ontzettend in de body lotion. Dus ik zou zeggen heel veel succes! Praten. Heel veel praten. Dat praten. Is niet bijhouden en ons mailen, want dat lost niks op. Zoals je merkt, lost ons mailen niks op. En dat hadden we je beloofd. Ja. Dus, succes anoniem. Dat was hem alweer. Brievenrubriek on location. Ik voel me net een soort 3FM camping. Brievenrubriek op reis is ja, dit. Ja, precies. Ja. De brievenrubriek komt naar je toe deze zomer. Behalve niet. Jezus Christus. Wat? Dit jurkje. Oh, mijn oh. Het jurkje, hè? Oh, hoe kunnen we zo leven? Nogmaals, als je een vraag voor ons hebt, stuur het naar het adres hieronder, staat in de beschrijving. Even schrijven, briefje plakken. Zo, postzegel. Dat is het internationale teken van postzegel. En tot volgende week. Doei!